drie delen Goeie Zondag. Straks hebben wij gasten uitgenodigd en dat zijn na 11:30 Evie Schulpen. En zij komt wat meer vertellen over haar jonge muzikale carrière. Maar we gaan zo meteen eens even kijken naar de computer. Want we hebben internet opgezocht en we typen dan in docus.nl, een interessante website. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan eens wat meer vertellen over docus.nl, een mooie website, een interessante website uit het Nederlands-Limburgse Stijn. Guus, docus.nl, dat is een site waar je een bron van informatie kan terugvinden, hè? En dat wel op filmgebied. Hoe zijn jullie daarmee begonnen? Het is gestart vanuit een groep heel gedreven mensen die live televisie maakten. Dat heeft die club 15 jaar gedaan. En op een gegeven moment is dat gestopt en is dat overgegaan in een internet-televisiekanaal, ja, zou je kunnen zeggen. Zeg Rit, en bent u er ook vanaf het begin al bij? Dat ligt aan wat jullie begin doen. Vanaf het begin van docus.nl ben ik erbij. Ja. Ja, ik was dus al daarvoor ook een paar jaar bij de club. Mm-hmm. En ja, ik hoop er nog wel een paar jaar bij te blijven. Het is een erg gezellige en gedreven groep die erop uit zijn om met de beperkte middelen toch goede beelden te maken. Ja. Hoe bent u er eigenlijk bij terecht gekomen? Is dat van, potverdikke, ik ben wel geïnteresseerd om beelden te maken, te schieten voor het nageslacht? Of hoe is dat gebeurd? Nou, dat was een open dag van, die toen georganiseerd werd. En daar ben ik eens gaan kijken en daar heeft men mij toen verleid om mee te komen doen. En Zeg Guus, eigenlijk bent u de aanstokker van dat hele verhaal, want beroepsmatig bent u ook een actieveling met de camera. Hè? Ja, het is inderdaad mijn vak als multimedia specialist om met beelden te werken, zowel bewegend als stilstaande beelden. Maar dit betreft natuurlijk het bewegend beeld en dat hoort bij mijn beroepsfunctie. Ja. Ik kan me voorstellen, wanneer u van een bepaalde activiteit of wanneer u iemand gaat interviewen met de camera erbij, dat soms toch wel voor moeilijkheden zorgt, als we dat alleen al bekijken op radiogebied. Vanaf het ogenblik dat iemand een microfoon onder zijn neus krijgt, dan wordt het heel wat moeilijker praten. Maar als daar dan ook nog een camera bij staat, Guus, treed me even bij, dan wordt het nog moeilijker, denk ik. Ongetwijfeld waar. Heel vaak maak je het mee dat in voorgesprekken een gesprek heel erg prima loopt. En op het moment dat dan daadwerkelijk de opnamen gemaakt worden, en dat was vroeger met live televisie niet anders, dan zie je mensen dichtklappen, dan wordt er ineens iets heel vreemds ervaren van oei, wil ik dit eigenlijk wel en durf ik dit eigenlijk wel, want dit wordt wel wat beangstigend en beknellend ervaren. Ja. Ja. Hoe haal je ze dan toch over de drempel? Ja, dat zijn, ik denk dat kan ik jou net zo goed vragen, want jij zult dat ook moeten doen met mensen die hier zitten en die zulke vrezen hebben. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat mensen vertrouwen krijgen in de situatie. Ja. En dat ze zich op hun gemak gaan voelen. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Riet, maar het is weer een voordeel. De mensen spreken over hun onderwerp. Dus dat zal wel iets gemakkelijker gaan dan dat ze opeens over een vreemd onderwerp moeten beginnen te praten. Ja, over vreemde onderwerpen praat sowieso wel niemand makkelijk. Maar meestal proberen we dus met mensen als het over een echt interview gaat, om van tevoren al een beetje op hun gemak te stellen, dat je elkaar al een beetje kent, dat ze weten wat voor vragen ze kunnen verwachten. En ja, maar het is toch altijd zo gauw als dat zwarte beeld voorstaat, dan zelfs van mensen die gewend zijn in winkels te staan, die continu met mensen praten, die open zijn. Zelfs die mensen zie je het, die als op het moment dat je dan de camera aanzet, dat ze alleen nog maar Ja, ja. Ik zie dat het rode lampje van onze camera hier in de studio ook op dit moment draait. Goed, jullie zijn dus een aantal jaren geleden gestart met, op de website een aantal filmpjes aan te bieden. Hoe gaan jullie eigenlijk te werk, Riet, voor te zeggen van, dat is iets wat op onze website een plaats moet krijgen? Dat filmpje? Nou, wij komen iedere woensdagavond om 7 uur komen we bij elkaar en dan heeft ieder zijn inbreng. De een ziet hier wat, de ander ziet daar wat. En we maken dan een lijstje en dan wordt er een keuze gemaakt.
Ja. Wat kunnen we, dan is de gewone vraag, wat kunnen we ermee? Want we hebben natuurlijk maar een beperkt aantal mensen, een beperkt aantal mogelijkheden. Is dit een onderwerp waar we iets mee kunnen en dat we de moeite waard vinden? En dan gaan we erachteraan. Ja. Is het belangrijker dat het actueel is dan historisch belangrijk? Nou, de actualiteit is voor ons niet een hoofdzaak, want nieuwszenders zijn er naar ons gevoel al genoeg. Het moet natuurlijk wel iets zijn waarvan wij denken, het speelt nu en het is belangrijk dat het ook bewaard blijft voor de toekomst. Dat onze kinderen straks ook nog kunnen zien hoe het nu was. Ja, dus eigenlijk, het moet een bron zijn van kennis, van gegevens voor de toekomst. En ja, dat de mensen altijd terug kunnen kijken, zo was het en zo is het gegroeid. En zo is het nu. Ja. Eigenlijk is de basis dat we uitgaan van de huidige situatie die verandert. En op het moment dat iets verandert in die huidige situatie, dan willen wij eigenlijk zeggen van laat nu zien wat er nu is en hoe het verandert en wat het dan geworden is. Ja. Ook als we praten over infrastructuur, hè, wegen die er niet waren, huizen die er niet lagen, fabrieken die er wel waren maar ineens weg zijn en dan staat er een appartementencomplex. Dat zijn voor ons belangrijke zaken. En zeggen we, nou, we willen vastleggen hoe het was en als het kan ook de diepgang erin brengen van en waarom is het dan veranderd, welke oorzaken liggen er aan de grondslag om het te laten uitzien zoals het er nu of in de toekomst gaat uitzien. Ja. Wat we kunnen bekijken, wordt het eigenlijk op een reportage manier gebracht of zeg maar gewoon luchtig? Soms zijn het reportages en vaak proberen we er meer diepgang in te brengen door de achtergrond ervan te belichten. Ja. Kijk, als een gemeente een bepaalde wijk gaat herstructureren of een centrumplan gaat herzien, hè, dat is heel modern, dan willen wij graag weten en waarom is dat centrumplan er? Waarom ga je dat daar neerleggen, waarom gaan die wegen naar die kant, waarom, enzovoorts. Mm-hmm. En dat vinden we eigenlijk dat je moet vastleggen ook voor het nageslacht. Hoe groot is de inbreng van de verenigingen zelf, dat zij zeggen van kijk, het zou wel interessant zijn dat jullie bij ons eens komen filmen? Ook dat komt voor en als dat dan tot onze mogelijkheden behoort, dan doen we dat. Ja, want u zegt zelf al, Riet, de vrijwilligers, daar draait het om. Hè. Het gaat nog altijd, hoeveel tijd hebben we, met welke middelen kunnen we dat doen? Guus, hoor ik daar een roep naar vrijwilligers? Hoe kun je het vragen? Ja, natuurlijk is het zo, dat, maar ik denk dat dat algemeen is bij alle verenigingen. Ik denk als ik hier bij jullie radiostation zou vragen, hebben jullie vrijwilligers nodig? Dan zou je ook zeggen, van, die zijn altijd welkom. Ja. Nou, bij ons is dat natuurlijk niet anders. En wij moeten heel voorzichtig zijn dat het clubje niet te zeer gaat vergrijzen. Hè. Het is radio en geen televisie, anders dan zag je onze grijze en kale koppen daarbij. En dan kun je meteen al zien dat dat al niet meer helemaal piepjong is. We hebben wel eens een keer jonge mensen gehad, maar dan gaan die weer studeren, of ze gaan weer verhuizen, of ze krijgen een vriendje, of er gebeurt weer wat mee waardoor je ze weer verliest. Dus wij zouden inderdaad graag vrijwilligers erbij willen hebben en met name omdat wij regionaal werken, dus echt wel over de grenzen heen kijken. Ook aan de kant van België het een en ander doen. We hebben hele aardige, en wellicht heb je ze gezien, films gemaakt van bijvoorbeeld Herbrecht. Dat is een goed voorbeeld. Ja. Hè? Herbrecht die er gewoon straks niet meer is. Een dorp wat gewoon weggevaagd wordt, gehucht, wat weg moet. Nou, daar willen wij dan graag de achtergrond van belichten. We praten met die burgemeester, we gaan daar met mensen praten. Nou, dat zijn typische onderwerpen die bij ons dan thuis horen, maar dat is aan de Belgische zijde. Ja. Dus we moeten dan ook Belgische informanten hebben, om het zo maar te zeggen. En welke kennis moeten die informanten hebben? Nou, kennis hoeven geen technische kennis te hebben. Het gaat dan voornamelijk om mensen die voelsprieten hebben in de journalistieke sfeer, zo zou je het kunnen zeggen. En die gevoel hebben voor cultuurhistorische waarden. Ja. Is interesse belangrijker dan het diploma wat erachter absoluut, de man zit? Absoluut, ja. Absoluut. Diploma's, dat is iets wat mij persoonlijk helemaal niet aanspreekt. Ik heb universitair geschoolde in huis gehad waar je helemaal niks mee kon.
En we hebben ook mensen die alleen maar lagere school hebben en die doen het voortreffelijk. Dus de intrinsieke motivatie is daar dan allerbelangrijkste. Ze kunnen alle informatie vinden op didocus.nl. Maar Guus, voor alle duidelijkheid, docus, dat wordt op een speciale manier geschreven. Je kan dat op duizenden manieren schrijven. Maar op één manier is het maar de juiste om bij jullie filmpjes uit te komen. Hè? Ja, dat eerste, dat do, dat valt ook wel mee. Maar dan begint het. Dan komt er een uitgesproken K, maar dat is dus een C. Van documentaire, maar dat kun je ook soms met een K en een C schrijven. Maar dit is eigenlijk van een C, van Cornelis. En op het einde staat geen S, maar een Z. Dus docus met een C en een Z. En dat is wel van belang. En dan .nl. .nl. Niet .li van Limburg of zo. Nee, en ook niet .be, maar .nl. .nl. Maar het had ook .eu kunnen zijn. Want, Zeg, maar sinds kort werken jullie ook op YouTube. Ja. Jullie willen nog meer de grens verruimen. Nog meer kenbaarheid geven aan jullie site. Ja, een van de redenen van YouTube-kanaal is dom eenvoudig dat YouTube iedereen weet te vinden. En docus, we hebben net al de moeilijkheid met de spelling gehad, die wordt natuurlijk veel moeilijker. Je gaat niet op docus zoeken, dan moet je dat ergens gehoord hebben, gezien hebben. En dan ga je erop zoeken. Bij YouTube ga je zoeken op onderwerp. En als dan hoogwater is, om maar een zijstraat te noemen, dan vind je ook dat filmpje van docus daar terug. En dan kom je op die manier ook op het kanaal van docus. En dan zie je daar andere dingetjes over het Mijnwijkmuseum of whatever. En zo begint de molen te draaien. Ja. Inderdaad. Wat ik ook heel leuk vind aan de site docus.nl. Als er mensen zijn die zeggen van, potverdikke, dat filmpje dat interesseert mij wel. Dat kan altijd opgevraagd worden. Dan kunnen ze dat altijd. Alle materiaal wat we gemaakt hebben, dat wordt inderdaad gearchiveerd. En daar kunnen mensen dan een dvd van krijgen. Ja. Op die 7 jaren tijd, Guus, hoe groot is het archief al? Je mag er 2 langs zitten. Nee, ik mag er een paar missen. Ik denk dat we rond 300 programma's zitten. Dat is eigenlijk heel mooi, hè? Ik denk het wel. Dat is zeker. Er zijn kleine en zijn grotere bij natuurlijk. Er zijn ook filmpjes van 3 minuten bij. Ja, ja. Maar? Maar er zijn er ook bij van 7 delen. Waarom zou je op 3 minuten niet iets kunnen vertellen? Hè? Ja, alleen als we het hebben over, wij noemen dat dan een richtige maaskantje. Mensen die een levensverhaal vertellen, die hebben wel meer tijd nodig dan die 3 minuten. En dat is dan ook wel zichtbaar in het aantal delen. Goed, in elk geval misschien nog even jullie laatste woorden. Riet, wat moeten we zeker weten over docus.nl? Wat is er nog niet verteld? Nou, ik denk dat we de belangrijkste zaken wel verteld hebben. Ik zou eigenlijk nog een wens willen uitspreken. Spreek uit. Ik wil Guus net zeggen van die maaskantjer. En we hebben inderdaad, vind ik, vind dat een van de leukste dingen die wij doen. Dus van maaskantjer opnemen. En we hebben al een hele serie Limburgse maaskantjer. Ik zou best wel eens een Belgisch Limburgse maaskantjer willen interviewen. Goed, misschien even kijken op docus.nl en je kandidaat stellen of iemand anders kandidaat stellen voor die maaskantjer bij jullie op de site te zetten. Hè. Guus, ook nog een wens? Nee, ik vind dat we keurig netjes verwoord hebben. Het is een site waar de huidige, maar ook de toekomstige kijker iets aan heeft, hopen we. Goed, dan typen we nu in www.docus.nl. Veel kijkplezier. Dankjewel.